Tom Boonen is wielrenner af en kasseistenen gaan de coureurs de komende maanden niet meer zien. Maar er staat wel nog heel wat op het programma. Er is een BK wielrennen in Antwerpen op een biljartvlakke omloop. Er is de jacht op een vierde toerzege van Chris Froome. En er is uiteraard ook nog een WK wielrennen in het Noorse Bergen. Op een omloop die is uitgetekend voor de klassieke coureur. Maar eerst keren we nog eens terug naar Greg Van Avermaat en Philippe Gilbert. Want de honger van echte kampioenen is zeer moeilijk te stillen. En Phil en Greg willen de succesreeks nog even verder zetten. Welkom voor deel 2 van het wielerjaaroverzicht 2017 van Amstel tot WK. Ik was zeer goed, bijna van in de start. En ineens, ja, ze vallen voor mij en ik kon niks doen. Overkop en ik viel heel hard op mijn rug. Ik dacht dat ik had mijn ribben gebroken of zo, ik kon niet meer ademen. Ik ben heel lang blijven liggen, want ik kon niet recht staan. Dat was echt zoals een mes in mijn rug, zo precies. En dat deed heel veel pijn. Ik zeg oké, ik ben hier om te winnen, ik wil toch alles proberen. Ik ben weer op mijn fiets. Gekruipen en zo rustig terug trappen. De Amstel Gold Race begint dramatisch voor Philippe Gilbert. Hij wil graag voor een vierde keer winnen in Nederland, maar door een vroege val lijkt zijn rol al snel uitgespeeld. Maar Gilbert is een taaie. Als ik bleef op mijn zadel zitten en goed trappen, zo, dat was geen probleem, maar op de trappen te gaan, dat was echt pijnlijk en moeilijk. Mijn geluk was dat ik heb van de valpartij geen rust gehad tot aan de meet. Ik was constant aan blok, dus dat was een finale van 100 kilometer. En ik denk, als we kregen zo'n moment bijvoorbeeld van 10 kilometer, dat we reden een beetje rustiger. Dan de pijn heeft meer impact op je lichaam bijvoorbeeld. Maar als je blijft in je spanning, je denkt minder aan je pijn en je valpartij was direct vergeten, dus ja. De eerste aanval die daarop lijkt, komt van Tischbenot. Ik zag dat hij was nerveus nu, voor zijn aanval. Hij keek altijd achter hem en ik was klaar. En met Gilbert aan het wiel, met Bert-Jan Lindeman, met Heinau, dan rond daar een klein gaatje. Ik mis Van Avermaat hier aan het front. Ik was direct mee, maar ik wou eerst boven kijken wie was mee en zo. Dus eerst ik neem die over en ik laat de andere een beetje rijden. En dan ben ik echt gegaan tussen die twee hellingen daar. We kunnen echt veel snelheid nemen. En daar heb ik echt super hard gereden, voor bijna 1 kilometer. En daar hebben wij direct meer voorsprong gekregen. En peloton was nooit ver, maar ja, op die baan, het is altijd rechts, links, op en af. En wind, een beetje zijwind, beetje, dat draai van alle kanten. Benoot ligt er daar ginder achteraf, of heeft hij een probleem? Zou dat lek zijn? Ketting. Ai. We gingen rechts op de kant en Rogas remt. Ik kon net niet op tijd stoppen en ik reed er tegen. Ik ben niet gevallen, maar mijn ketting lag eraf. Tegen dat ik terug weg was, was een tweede groep daar. Kettingprobleem, andermaal dus. Het is zeker een koers aan mijn licht en kijk er naar uit om terug te komen. En iets minder pech. Dat verandert de situatie voor Lotto natuurlijk, Lotto Soudal, want dan moet wel eens mee gaan rijden. Dat lijkt me de stijl van Welles. Dat moet Van Avermaat mee. Dat is ook Welles. De steuns die reageert. Ja. Dit soort inspanningen ligt hem het best. Hij is dicht, hè. Hij is dicht. Isakire, Henao, Gilbert, Rojas, Albassini. Daar komt Welles. De keuten met Gilbert. Andermaal, daar waar je dat verwacht, aan het front. Probeer hier maar iets goed te maken op dat steile gedeelte. Hè? Doorgaans lukt dat niet. Er is altijd geen Welles te zien. Als je dat ziet op tv, dan denk je, allee, kom aan, rijden naartoe. Ja, maar ja. Zo makkelijk is het niet. De mensen moeten langs daar gaan rijden eens. En dan, ja, je moet daar die stuk rijden en dan je begrijpt het. Stijl wil zeggen, voor iedereen lastig. Nauwelijks een seconde dichterbij komen. En Gilbert wil dat kost wat het kost beletten.
jammer voor Benoot en wat jammer voor Welles. Er komen er uit de achtergrond met hier Van Avermaat. Dit is Van Avermaat met Valverde, met Kwiatkowski. En kunnen deze mannen dan de doorsteek maken? Kwiatkowski, die wellicht voelt van dat gaat daar aan het wiel van Avermaat net niet rap genoeg. Spijtig omdat ik net iets te kort kwam op de Keutenberg, maar die mannen waren net weg. En dan wist dat daar moest gebeuren en kwamen we net niet bij. Kwiatkowski komt hier aansluiten. Dit is wel een ferme sprong van Kwiatkowski. Hè? Dat was geen simpele groep, want dat was veel snelle renners op zo'n aankomst. Ik denk dat iedereen kon winnen als we kwamen in de sprint. Ik wist dat wij moesten iets proberen op de laatste klim. Maar dan is Kwiatko zelf gegaan. Kwiatkowski op de Beemderberg. Met Gilbert in de reactie. Haas die inschuift. Kwiatkowski wil ze het leven zuur maken. Ja, ik was ook aan de limiet, maar ik zag dat die mannen waren nog in het wiel. En ik zeg nu, dat is echt... Ja, als je kunt zelf in 0,5% nog achtergaan, dat maakt verschil. Dat is super pijnlijk, maar je moet gewoon durven over je eigen limiet gaan. Gilbert met de aanval. Wat een koers. Wat een koers. Fantastisch. En de rest is eraf. De rest past. Ze vinden elkaar. Gilbert is een fenomeen. Is een onwaarschijnlijk sterk fenomeen. En Kwiatkowski is dat ook. Hij reed gewoon vol een bak. Die tellen niet zijn beuren. Hij reed gewoon super snel en lang op kop. En ik ook. Ja, hij deed dezelfde techniek of tactiek zoals in Sanremo. Zo rijden een paar meter achter de renner voor hem. En voor mij was het geen gemakkelijke situatie, omdat ik heb nooit iemand gehad die deed zoiets met mij. Dus je weet niet zijn intentie. En hij gaat dan zelf beginnen. En heeft hij de Belg verrast? Heeft hij de Belgische kampioen verrast? Oh. Hij neemt afstand. En komt Gilbert nu nog terug? Valt hij stil? Komt Gilbert nog aan dat achterwiel? Wie wordt het? Kwiatkowski of Gilbert? Gilbert komt er nog naast. Komt hij er ook over? Gilbert gaat hij winnen. Gilbert wint de Amstel Gold Race voor de vierde keer. Jawel! Als ik ben uit mijn fiets gekropen, de pijn was direct daar en super intens. Ik moest heel het protocol doen, podiuminterviews, persconferentie, dopingcontrole. En daar hebben wij gezien, want dat was bloed in mijn urine. En daar hebben wij gezien dat iets niet normaal was. En we hebben gezegd, oké, nu moet ik naar ziekenhuis gaan. Het is moeilijk te begrijpen. Alles is zo snel. En je kunt nog 50 per uur trappen en 3 uur later je zit in het ziekenhuis op je bed. En je mag niet meer bewegen. Dus dat was een beetje een shock toch. En ik bleef optimist. Ik dacht oké, dat is misschien niks. En misschien binnen 2 dagen kan ik weer rijden. En luik is misschien nog mogelijk, maar de dokter kwam wel zeggen dat ik mocht echt niet zelf proberen te fietsen. Dus dan was het even moeilijk, ja. Het voorjaar van Gilbert zit erop. Hij heeft een scheurtje in de nier en moet rusten. Het peloton verhuist ondertussen naar de Ardennen, waar een bleek verse klimgeiten wordt opengetrokken. Dat Teuns die van achteruit komt. Dat is Teuns. Maar Valverde controleert van vooraf aan en legt de rest aan de rekker. En van achteruit nog proberen terug te komen met Martin, die inderdaad nog wat wilde opschuiven. Ook Alpacini wilde binnendoor, wil er helemaal onderdoor. Dan komt ook nog Henao, maar kijk eens, hij is ver, 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 ver.
1, 2, 3, 4, 5. Alejandro Valverde voor Martin uiteindelijk. En Henao. Deuns toch nog derde? Ja, Deuns derde. Maar wat doe je hier tegen? Niks. Wat doe je hier tegen? Meester Waalse pijl. Sono fuori allenamento, appesantito. Ah, ma non sono solo. Ciao Frecky. Com'è? Dura, eh? Michele Scarponi is overleden. Vanmorgen is hij op training aangereden door een busje. Wellicht was hij op slag dood. Een dag voor Luik Bastenaken-Luik wordt de wielerwereld opgeschrikt door het overlijden van de graag geziene Michele Scarponi. De 37-jarige Italiaan van Astana laat een vrouw en twee kinderen na. Op die kasseitjes en die doen Jan Dori pijn. Na bijna 260 kilometer. Daar gaat Inge Martin. Dan moet je daarop reageren. Als je dat tenminste nog in de benen hebt. Hè. En ze blijven allemaal zitten. Ja. Ze blijven allemaal zitten. Ze passen. Daar komt Valverde. Moet komen, hè? Valverde als een sluipmoordenaar. Maar Dane Martin is een taaie brok. Valverde rijdt ze eraf. Daar komt Valverde, daar komt hij bij Martin. En daar gaat hij nu de bocht in. En dan gaat hij hem helemaal neerhalen, zeker. Hier komt hij uit die bocht. Voilà, daar komt het meesterschap van de maestro Martin. Toch nog eens even proberen om in te pikken, maar dat gaat niet meer. Hij gaat voor de vierde keer Luik Bastenaken-Luik winnen. Dit is zijn derde dubbel Waalse pijl Luik Bastenaken-Luik. Hier, de conquistador Valverde voor Dane Martin. Kwiatkowski, wat een podium. Matthews is vierde. Bueno, para mí la primera palabra, esta victoria va dedicada a Michele Scarponi. Era muy buen amigo mío y la verdad que una auténtica set, una pena. También quiero decir que los premios de esta victoria va para la familia, para ellos. De 100ste ronde van Italië wordt een strijd tussen de Nederlander Tom Dumoulin en twee ex-winnaars van de Giro, Nairo Quintana en Vincenzo Nibali. Here we go. Zakarin leading them in. Zakarin picks it up. Quintana's dropped. Quintana's dropped. This is space. Zakarin's going for it. This is bonus. He's up for grabs. Zakarin's going off. He's going to take the stage win. But look who he's guiding in here. It's Dumoulin. Dumoulin, king of this mountain. He slashed everybody down with him with a blade in his hand. And he might just come through to take the day. Oh, he's going to. Here he goes. Picks it up. Dumoulin has done it. King of the mountain. King of the hills. King of the time trial, and I think king in waiting of this Giro d'Italia. Wow, what about that? Tom Dumoulin bewijst dat hij een complete ronderenner is en rijdt een mooie voorsprong bijeen. Maar in de koninginnenrit moet Dumoulin plots van de fiets. Door een noodgedwongen sanitaire stop verliest Tom heel wat tijd en wordt het nog spannend. Tom Dumoulin, kan je zeggen wat er je overkwam op 33 kilometer van het einde? Ja, ik moest naar de wc. Maar in de afsluitende tijdrit maakt Dumoulin het werk af. Als eerste Nederlander ooit wint hij de Ronde van Italië. In zijn thuisstad Maastricht wordt hij als een volksheld ontvangen. Ook van de partij Jan Janssen en Joop Zoetemelk. De enige twee andere Nederlanders die een grote ronde konden winnen. Op zijn 26e heeft Tom Dumoulin zijn plaats veroverd in de galerij van de allergrootste Nederlandse renners. Als je dan even je kleren uittrekt, denk je dan, jongens, hoe lang ga ik hier verliezen? Ik dacht wel van, hoeveel keer ga ik vegen? Wie had papier bij zich?
Ja, de ploegleider had papier bij, maar ik dacht, ja, hoe goed ga je het afwegen dan, hè? Het Belgisch kampioenschap vindt plaats in Antwerpen op een vlak parcours. De vrouwen moeten hun wedstrijd voor de mannen afwerken. Dat betekent heel vroeg opstaan voor de dames. Het startschot wordt al gegeven om 8 uur. Het is uitkijken naar een duel tussen Lotte Kopecky en Jolien Doren. Terwijl Kopecky kan rekenen op een sterke ploeg, staat Doren er helemaal alleen voor. Doren zit daar als enige van haar ploeg. Ze is ook als enige van haar ploeg van start gegaan. Dan zou je zeggen, ja, het is toch makkelijk uit te schakelen als je dat wat vernuftig aanpakt. Kijk, naar zo loopt ze dat dan op. Ja. Dus heel even een versnelling plaatsen die geloof me bij een aantal vrouwen al wat pijn doet. Er is even een soort van merkteken neerzetten van kijk, zo goed ben ik. Weer een aanval vanuit het kamp van Sport Vlaanderen. En wie zit daar in het wiel? Doren. Doren. En Jolien Doren, wat denkt u? Gewoon handjes bovenop positie, het stuur. Inderdaad. Wat controleren. Spanning zoeken, zo dicht bij het einde, in de mate dat nog kan. Hier weet je, nee, ze komen er niet vanaf. We gaan naar een sprint. We zitten op 1 kilometer van de aankomst. Doren zit daar perfect aan het wiel van Kopecky. Kopecky heeft dat in de mot. Hij gaat nu versnellen op circa 120 meter van de streep. Dan is Doren al naast haar. En dan gaat Doren heel eenvoudig afscheid nemen. En op een hele knappe manier naar haar vierde titel toe glippen. Voilà, niks aan te doen. Oei, secondjes, hè. Mamai. Ik heb het zelf zo in de hand moeten werken. Ik zeg het, ik heb echt mijn verantwoordelijkheid moeten nemen en ik heb dat ook gedaan. Dus ik denk niet dat ik de overwinning heb gestolen vandaag. We starten in Antwerpen van zo'n Belgisch kampioenschap waar ik eigenlijk niet echt op gefocust was. Omdat eerst en vooral het was niet echt een super schoon parcours voor mij. Al is het een vierkant op circuitasfalt, een koers van 260 kilometer is nooit gemakkelijk. We hebben geen Kittels of Greipels in België. Dus er is geen één ploeg die echt met heel veel plezier naar de massasprint gaat. Ik wist echt wel dat er geen verrassende Belgische kampioen ging zijn. Opgelet start binnen 3 minuten. Départ dans 3 minuten. Ja, die wedstrijd zaten ze vooral te kijken naar Phil en mij, denk ik. We hadden een super voorjaar gereden. Om als favoriet in een Belgisch kampioenschap te starten is nog moeilijker dan in een Ronde van Vlaanderen ofzo, omdat er dan veel meer mannen zijn die de wedstrijd kunnen winnen. We hebben de koers in hand gepakt. We hadden geen echte sprinters mee, dus misschien was het fout. Misschien moesten wij gewoon blijven demareerd en niet op kop rijden. Dat is nog een vraag dat ik stel tegen mijn eigen. Ik denk dat Philippe en vooral ervoor gaat proberen om die koers inderdaad lastig genoeg te maken dat we echt wel een finale krijgen. En dat die sprinters, als die daar al zijn, dat die dan toch diep in de kast moeten. Dat is eigenlijk een kermisparcours. Dat kan, achter elke bocht kan het gebeuren. Keukenheer met een lange beurt houdt nu wat in en dat is verstandig bekeken. Ja, wil volk meekrijgen. Weet dat alleen is, maar alleen. Dat was de eerste groep dat ik dacht van, ja. Die groep die luidde voor mij de finale en dan voelde ik van, daar zit mogelijk muziek in. Interessant moment, hè? Ja, een gevaarlijk moment. En het gat was ook nog niet zo groot, dus ik wist, als het echt moet, kan ik het zelf alleen nog ook toespringen. En dan is dat gewoon wachten op de volgende aanval, links of rechts van het peloton, wie ziet dat gebeuren. Je gaat mee en je rijdt zo rap als je kunt tot bij die groep. Naast ze, van Marke, als die de hand in elkaar slaan, dan zou ik zeggen van doen en niet te veel omkijken. Zes renners aan de leiding. 6 seconden op een achtervolgende groep. Als die mannen erbij komen, dan zou de koers wel eens kunnen gereden zijn. Het is nog vroeg, maar rijd er maar naartoe. Hè. De juiste ploegen waren mee. Wij hadden ook iemand mee met Van Hooijdonk. En dan kijk dan naar elkaar en ja, de koers is gebeurd. En wij zaten in het verliezende kamp. 14 man, dat weet je vooraf dat te veel is, want het gaat altijd van die mannen die mee zijn, die dan zeggen dat ze niet mogen rijden of die gewoon niet meer rijden omdat ze het gevoel hebben dat ze kampioen gaan worden ofzo. Ik wist, als ik gewoon blijf meedraaien en mijn werk doen, komen we toch binnenkort aan die kasseistrook. Ja, als ik echt vol aan ga, gaat er zeker 4-5 man af zijn en dan gaan ze wel weten hoe laat dat is.
Oeh, wat een snelheid. Wat een ontwikkeling van snelheid. En Van Marken erachteraan. De mannen met een cilinder meer nu. We hebben toch al koers gezien, Michel. Hier met z'n tweeën, dan stuiven, dat is nog een goede 10 meter. En dan hangt het daar van Lampaert en Van Wellens af. Yves Lampaert was mee. En ik zag, oké, Yves is mee. Die mag zeker kans vandaag. Die is sterk, hij is ook snel. Dus ik dacht, ja, dat is een goede man voor ons. We gaan niet achter hem rijden. En eindelijk was hem niet mee. Die hele kopgroep volledig uit elkaar gespat nu. Alles ontploft. De vijf. Samenstelling van Hooydonk, Naassen, Stuiven, Van Marken en Keukeleer. Van die 14, als ik de mannen had moeten opnoemen, die ik liever niet mee had naar de meter, ze waren er allemaal bij. Dus ik was blij natuurlijk dat we met minder waren. Maar toen ik ze zag overnemen, dacht ik, ja, tjoe, het zijn al die rappen. Het doet ze wel pijn, hè? Ik wist ook, ik moet zo hard mogelijk maken om toch een kans te hebben in een sprint. Want een sprint achter 260 kilometer is toch altijd wel iets anders. 400 meter, de vijf blijven samen. Ik wist toch echt nog altijd wel een kans had. Zelf al werd het sprint. Van Marken van achteruit. Reactiesnelheid bij naast een andermaal. Voor mij was het eigenlijk verloren. Toen was ik in één keer die slipstream pak. Van Marken zit op 50 meter van winst. Van Marken zit op 40 meter van winst. Stuiven komt nog en is het naast hem zitten. Het is Naassen! Naassen is Belgisch kampioen! Echt een uitbarsting van geluk en al wat geweld. Ik denk dat ik nu win met 5 centimeter of zo. In die jump daar zat echt alles in dat nog in mijn lijf zat van frustraties van alles wat er al gepasseerd was. Maar dat heeft me toch wel 20 centimeter opgeleverd, denk ik. Ten eerste was het al ongelooflijk dat ik prof werd voor mij. Dat was al wauw. Ik hoor die prof, ze zullen er miskeken hebben of zo. Waarschijnlijk of ze zullen je de verkeerde contract geven of zoiets. En dan begint dat nog goed te gaan ook. Weer een fantastisch gevoel. En dan Belgisch kampioen worden, dat is dus nationaal kampioen in een land als België. Dat is iets, ja, je droomt er natuurlijk van, maar je acht dat nooit echt voor, ja, bijna niet voor mogelijk. Maar je weet gewoon niet wat er gebeurd is. Dat was gewoon een ontploffing van binnen. Ja, kan niet anders. Misschien. Je hebt veel pinten gedronken die avond? Eentje of twee, maar ik moest. Ik vertrok 2 dagen daarna naar de Tour. Dat is ook nog een redelijk belangrijk koersje. Chris Froome gaat op zoek naar een vierde eindzege in de Tour. Maar de concurrenten staan te trappelen om hem van de troon te stoten. De 104e ronde van Frankrijk start in het Duitse Düsseldorf met een korte tijdrit van 14 kilometer. In Duitsland een grote paard te hebben, dat was iets heel speciaals. En dat was voor mij iets waar ik zeg, oké, dat is een herinnering die ik nooit zal vergeten. Dat was super, super cool. Daar kwam Kittel op 16 seconden. Van de sprinters wel nog altijd de snelste. Ai. En dat is Valverde. Valverde is tegen de grond gegaan en heeft zich bezeerd. Ja. Pats. Bam, eens kijken. Weg en ja. Dan veel te hard de na daarin. Dat blijft liggen, is niet goed. Blijft liggen, ja. En dat nu, is niet zijn gewoonte. Ja. De Tour van Alejandro Valverde duurt wel geteld 8 minuten. Hij komt zwaar ten val en breekt de knieschijf. De Tour moet verder zonder een van zijn smaakmakers en Nairo Quintana verliest een sterke ploegmaat. Chris Froome heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen, maar lijkt wel klaar voor deze Tour. Hij deelt meteen een tik uit aan de tegenstand. Froome zet hier neer, 16.75, is daarmee met voorsprong nummer 1 van de favorieten. Het spel is begonnen. Het eerste geel is voor een ploegmaat van Froome, Geraint Thomas. Maybe it'd be good if we could just stop now, right? Let's just finish the tour now. Een dag later verplaatst de Tourcircus zich naar België. In Luik is het woord aan de sprinters. De snelste benen van de wereld testen elkaar voor het eerst. Iedereen verwacht heel veel van mij. Dat vind ik is het moeilijkste om daarmee om te gaan. Dat is zeker ook zo'n druk die je dan voelt op jouw schouders. Ik voelde me heel goed en heel sterk. En dan krijg je ook zo die
ja, dan ben je heel zelfzeker. Ja, ik kan zeggen dat ik de beste masterkittel was die ik zelf heb gezien. Het is natuurlijk in zo'n sprint, vooral die eerste etappes, dat is chaos puur. Daar zie je geen lijn meer van andere renners. Iedereen probeert om gewoon van voren te blijven zitten en te wachten voor de sprint. En waar zitten de mannen van Quickstep? Zijn die redden ons verloren of kom je daar toch nog wel eens uit? Ik was een beetje achter en ik dacht oké, ja, het zit. Wat kan ik nu anders doen dan positief blijven en op de sprint te concentreren? En dat heb ik gedaan. Het is confuus. En Sagan gaat nu pas echt de volle bak door. En Sagan kan die aan Colbrelli aan of gaat Colbrelli het aan? Daar komt Kittel. Kittel in extreem, dus Kittel komt er galant uit. Het is Kittel die het haalt voor De Maar en voor Greipel. Ja, dan win ik die tweede etappe. Ja, dat was voor mij zo'n gevoel van nu is het gelukt. Ik ben aan mijn doel aangekomen en niemand weet wat dat ook misschien persoonlijk voor mij bedoelt. Voor het hele jaar was dat mijn motivatie om daar goed te zijn. Mijn vriendin was daar en voor mij was dat echt een moment waar alles af is gevallen. Ik heb weer mijn zelfzekerheid, ik geloof in mij en dat is zo, zo belangrijk voor een wielrenner, voor een topsporter. Het peloton verlaat België en rijdt Frankrijk binnen. De aankomst ligt in de kleine gemeente Longwy. Ja, ik wist Longwy niet liggen voor mij, maar achter mij heb ik 3000 keer moeten zeggen, denk ik. Dus om duur begon dat wel een beetje tegen te steken, omdat de journalisten er ook wel enorm op focussen. Ja, het is een kans. En het was ook een arrivée in mijn licht. Ik had ze dan ook verkend en dat was ook zo. Daar komt Van Avermaet van achteruit. Hij schiet uit zijn pedaal. Sagan schiet uit zijn pedaal. Is dat de kans voor Van Avermaet? En komt Daniel Martin nog van achteruit? Of komt Matthews daar nog uit? Oh nee. Koning wereldkampioen houdt ze nog wel allemaal af. Tenzij Matthews daar nu nog komt. Oh, wat is dat spannend. Oh, wie schiet hier raak? Is het de wereldkampioen? Is het Matthews? Matthews komt nog, maar het is Sagan die het haalt. Sagan voor Matthews. Hij was prepared well. En I wanted to do my best there. I won already one stage and after it happened, what happened? De Maar komt helemaal om. En dan een mislag. En dan is het een val en een zware val. De Maar komt er midden door. Gaat die Christophe nog overroelen? Het is De Maar die de etappe gaat winnen. De Maar! Eindelijk na Casper in 2006. Do you think you made a mistake? No, like first of all, the feeling was like I didn't know what was happened really, and after for sure it was not my fault. Ik heb dan Cavendish op de grond gezien, ook Degenkolb, en ik dacht misschien niet zo slecht dat ik daar niet in binnen heb gezeten in de groep daar. If he came across is one thing, but the elbow, I'm not a fan of him putting his elbow in me like that. Wat heeft de jury beslist? U bent de voorzitter. Om Peter Sagan te disqualificeren vanwege de zware fout in de sprint op een 150 meter van de aankomst hier in Vittel. Were you angry? No. You know, sometimes I think like what's gonna happen to surprise me. Something going to surprise me. Yeah, it just happened, and what I can do with that? I am not a jury. And if it's a good decision for them, it's okay. So, do you understand the decision? No. In de vijfde rit gaan de mannen met de klassementsambities voor het eerst met elkaar in de clinch. De steile aankomst op La Planche des Belles Filles moet duidelijk maken hoe de verhoudingen liggen. Dan toch.
Jakarta de Jaar. Flinterdun, maar wel met allure. En nu Froome. Thomas blijft zitten. Port die meegaat. Quintana die meegaat en Daniel Martin die meegaat. En Thomas die heeft die versnelling niet in de benen. Hij is de man. Hij wil zo meteen dat geel pakken. Aru is op 800 meter van de streep. Ja, en als je het mij vraagt, is dit goed voor ritwinst. Sardinje boven. Aru op La Planche de Belleville. Knap gedaan. Hij mag de plank en al die schone meiden hebben. Thomas is zijn trui kwijt. Froome leidt. Froome heeft een probleem. Wat is er? Heeft hij een schakelprobleem? En daar gaat Aru. Oh, la. En nu zien wat deze inhaalrace oplevert. Hè. Is nu wat in het gedrang gekomen? Heeft een andere fiets genomen, neem ik aan. En hier valt het stil. Zit Aru nu even na te denken? Wat heb ik uitgestoken? Is dat wel netjes? Netjes. Het is koers. Poort gaat nog weet niet. De gentleman uitdangen nu. Aru, die, ja, dat begrijp ik. Die is boos. En iemand die overpakt. Voilà, euvel opgelost. Ik hoor het interview straks. Ik dank al mijn rivalen. Richie was quite instrumental in slowing that group down. So thanks to Richie. En een val. Poort. En is dat Poort en ja. Daniel Martin? Het is niet waar. Ja. Het is niet waar. Het is niet waar. Daar ligt de grote challenger. Daar ligt de eerste kandidaat na Froome voor eindwinst in de Tour. Nou, ik wist dat eigenlijk niet. We zijn binnengekomen en iedereen zat zo met zijn kop in de grond. En iedereen was enorm ontgoocheld dat Richie de Tour had moeten verlaten. Want ik denk dat hij wel de mogelijkheid had om Froome het vuur aan de scheen te leggen. I've just seen images of Richie Poort's crash and that just leaves you with a horrible feeling. I really hope he's alright. It's disappointing, but I think after seeing the crash, I'm lucky also that I walked away. I've come away with the injuries that I have. De turbulente etappe wordt uiteindelijk gewonnen door Rigoberto Urán, die het ook verrassend goed doet in het klassement. Froome blijft in het geel, maar enkele dagen later blijkt in Peragude dat de Brit toch niet onfeilbaar is. Dit is een doodsmak, hè, dat laatste stuk. Froome past. Maar nu komt Bardet en die gaat erover. Bardet gaat hier de etappe winnen. Voilà, Agilizer, wow. Bardet. Wow. Froome verliest de trui. Hoe leeft dat dan in de ploeg? Had je dan het gevoel van misschien is hij toch te pakken, die Froome? Goh, ze beginnen allemaal te dromen, hè. Maar ik had Froome, ik weet niet, ik had zo het gevoel toen Froome hem daar een beetje parkeerde. Als ik dat achteraf bekeek, dacht ik, allee, hij laat ze gewoon rijden. Of ik had niet het gevoel dat hij echt volledig aan boord zat. Certainly a tough day for me in the final. I didn't have the legs at the end to finish it off. Simple as that. No excuses. The race is certainly on now. De strijd voor de gele trui ligt weer helemaal open. En ondertussen blijkt in de vlakke etappes dat er geen maat staat op de Duitse spurtbom Marcel Kittel. Kittel zit wat ver, maar heeft al bewezen dat hij dat kan. Hier gaan we de bocht in. En wie kan er nog binnendoor? Dat is Demar. Dat is niet makkelijk, maar hij gaat er wel doorheen. En gaat dat tot twee keer doen, maar dan komt Kruipel er helemaal bovenuit. Of is het toch Demar? Is het toch Demar? Het is Kittel! Het is Kittel, Jan Dori. Kittel wint zijn tweede. Ja, Marcel kam, glaube ich, weiß nicht, 10 km schneller an mir vorbei oder was weiß ich. Auf jeden Fall ziemlich deprimierend. Kittel kan hij daar nog binnendoor, dan moet hij nu loskomen. Dan moet hij nu loskomen en komt hij er dan wel? Is het Bolhagen of is het Kittel? Kijk, Boas van Aan, die heeft zijn hand niet in de lucht steken. Voilà, zegt u het maar, hè? Als je daar wacht en dan komt iemand die tegen jou zegt, ja, we denken je hebt gewonnen. En dan iemand, ja, het is nog niet zeker. Dan denk je, oh man, hé, wat gebeurt nu? Vainqueur Kittel wordt hier bevestigd. En nu
zullen we dan toch wel formeel mogen zijn, hè? Nummer 3. Nu komt Kittel. Kittel gaat helemaal van achteruit. Hier komt McLay. McLay stormt naar voren, maar daar komt Kittel. Kittel full speed en probeert daar toch nog maar wat tijd tegen te doen. Tegenkool probeert nog, maar er is gewoon niks aan te doen. Kittel 4, Kittel 4, Kittel 4. Voilà. Kittel zit nu wel erg ver, maar u weet dat dat allemaal kan. Hij komt, de groene stormwal komt en gaat er nu overheen. Over Boas van Hagen, ook over Matthews gaat hij er overheen. Dan komt Groenewegen nog. Nee, het is Kittel. Oh, uitbollen, uitbollen! Na de vijfde overwinning dacht ik, oké, als het nu niet gebeurt om een kans te krijgen voor de groene trui, dan weet ik zelfs niet wat ik nog moet doen. Vanaf nu moet ik echt blijven vechten en zien hoe het wordt tot Parijs. Thomas de Gent doet wat hij altijd doet, aanvallen. Ritwinst levert dat helaas niet op, maar hij verovert wel de harten van vele wielerliefhebbers. Maar de zeskoppige jury, onder wie 5 Fransen, verkiest de Fransman Warren Barguil boven hem. Ik ben zo sorry. Thomas de Gent, I don't give a what anybody says, he's the most combative. 1,000 kilometers, that's a quarter of the race. So that's more than a quarter of the race. Voor de Belgen is de Tour nog geen succes geweest. Alle hoop is gevestigd op Greg van Avermaat. In Rodez moet het gebeuren. Daar won hij al eens met overmacht. Iedereen verwacht dat hij dit kunstje nog eens overdoet. Dat was ook wel een beetje het gevoel zo van mij, dat ze van mij verwachten dat ik zo gemakkelijk ging winnen. Maar we zijn nog altijd met de beste coureurs van de wereld op pad. En ik rijd die beklimming zoals ik ze wil rijden, denk ik. Alles liep perfect. Nu moet het zo stil aankomen. Nu moet het allemaal gebeuren. Daar komt Van Avermaat, daar komt ook Matthews. Daar komt Van Avermaat tegen Matthews. Van Avermaat is sterk. Van Avermaat is reuze sterk. Maar het is Matthews die het gaat halen. Het is nog niet helemaal gedaan. Je moet hier deze bocht nog ronden. Nee. Het is Matthews die Van Avermaat verslaat. Matthews wint de etappe voor Zandert. Als ik aanzette, kwam Matthews direct voorbij gevlogen. En dan moet je gewoon eerlijk kunnen zijn en zeggen dat er iemand sterker was. En dat is geen schande, denk ik, in het koersen. Ik had een kinderziekte overgevakt van mijn dochter Fleur. En ik denk dat die 2-3% dat ik echt ziek ben geweest en 2 weken eigenlijk heb niks kunnen doen, dat wel soms te zien was om echt die overwinning te pakken. Dat maakt soms het verschil. En daar toch wel een paar gaten hoor. Een paar mannen die op achterstand gezet worden. Aru moet hier nog binnenkomen. Oh. Hij is zijn druk wet. Prieto, last 500 meters. He was just shouting in the radio saying, go, 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 you've got a gap. It's splitting to bits back here. Just push, push, push. I expect it's gonna be war again tomorrow. Froome grijpt opnieuw de macht. Maar Romain Bardet heeft zich nog niet gewonnen. Bij ons in de ploeg hebben ook... Ik nu niet, maar de meeste van die andere renners hebben elke rit verkend. Of tot de key points. En in die rit was dat zo'n punt dat ze zeggen, amai, als er hier een ploeg op kop zit, dan trekt het peloton in heel veel stukjes. En wij gaan dan een keer proberen. Hier is Naas. Gaatje gevallen. En hier zit Froome. Daar zit inderdaad bijna een volledige formatie van AG Desert. Hele lange beurt van Naas. Heeft een probleem? Ja. Mijn enige tak van de dag was daar zo rap mogelijk rijden en zoveel mogelijk schade maken. En als hij dan plat rijdt, hè. Ze hebben in Roubaix ook niet op mij gewacht. Hè. Het wordt een dolle achtervolging. Het is helemaal in nood.
blijkbaar niet in zich de kracht om ervan weg te demareren. Nee. Daar komt hij dus al met Lambda. Ik denk dat hij zeker niet te kloppen was. Maar we hebben toch even het gevoel gehad van wel. En dat was al. Dat gaf de burger moed. Ja, dat was de belangrijkste dag van zijn tour voor mij en voor hem. Dat was ook zo'n dag dat ze zeiden, daar gaat op de kant gaan. Je bent met 200 man in het peloton, alle 200 hebben dezelfde briefing gekregen in hun bus. Alle 200 weten dat daar op de kant gaat gaan. En alle 200 hebben een kopman die moet mee zijn. Dan weet ik, ja, als ze op de kant gaan gaan, ik zal wel mee zijn. Maar ja, ik moet eigenlijk niet mee zijn, het is Romain die moet mee zijn. Dus, Hier, Van Avermaet heeft dat begrepen. Met Bauer. Zit daar in het wiel van Bauer. Aru in de probleem. Aru heeft het moeilijk. Het is begonnen. We zaten iets te ver en de renners die voor ons uitschoten, dat waren Daniel Martins, Mijntjes, dus allemaal die mannen die een minuut en half verloren zijn. Dus dat was normaal gezien zijn lot. Naast een doodreinspanning met Bardet. Fantastisch. Daarvoor is hem in de ploeg genomen. Daarvoor heb je die kerels nodig. Ja, daarvoor is hem in de ploeg genomen. Nog in de laatste kilometer riep hij al zijn oorlog van het mijn lieve gered, het mijn lieve gered. Dus dat was wel tof. Je suis dans le peloton, les coureurs à gauche, à droite. Marcel Kittel est également pris dans la chute. Marcel Kittel pris dans la chute. Ik dacht, oké, nu ja, positief blijven. Heb ik echt direct in mijn hoofd gehad. Gewoon weer terug op jouw fiets en doorgaan. Ja, als ik weer terug op de fiets was, dacht ik, ja, shit, het voelt niet alles zo heel lekker aan. En ja, uiteindelijk was het dan ja, zo moeilijk dat ik echt direct op de eerste lange klim daar naar de Croix de Fer, dat was niet mogelijk voor mij om daar in het peloton te blijven. 5 kilometer voor de top heb ik gezegd, oké, nu het gaat niet meer en ik vandaag blijf ik zeker niet in de tijd. En dan was dat het einde van de tour voor mij. Ja, dat moment waar je dan begrijpt, oké, nu is het echt gedaan. Geen groene trui, geen droom die waar wordt. Ja. De tour nadert zijn einde. De uitdagers van Froome hebben nog 3 kansen. 2 bergetappes en een tijdrit. Ja, daar gaat Bardet. Dan toch. Andermaal Bardet. Maar Froome is niet opzij te zetten. Nee. That was my mentality going over the climb today. Just to do enough to follow the other guys. Daar gaat Froome. En nu achter de rug van Bardet uit en nu op naar Lambda. Ja, een losgeslagen club. Het is Oran die met de grote versnellingen gas geeft. Aru, het grote slachtoffer. Andermaal verliezer van de dag. Op een minuut. Ja. If everything goes well, I would fancy my chances in the time trial against the other guys. Voor zijn 4e. Voor een vlekkeloze tijdrit. Voor een laagje glans. Op die 4e toer. Froome in elk geval een pak verder aan het uitlopen van zowel Bardet als van Oran. Il sera pour la 4e fois vainqueur du Tour de France, le leader de la Sky, Christopher Froome. Froome wint zijn 4e toer en komt zo in de galerij van de groten. Op de Champs-Élysées worden de sprinters nog een laatste keer losgelaten. Daar, dat is Groenewegen, dat is van ver. Christophe zit aan zijn wiel. Bas van Aken zit wat ingesloten. Groenewegen van heel ver. Kruipel maakt zich nu breed. Kruipel valt een beetje tegen. Dat is op 75 meter van de streep dat Bas van Aken nu komt. En Kruipel komt toch nog fors door. En wie wint, is dat Groenewegen? Het is Groenewegen. Froome heeft zonder kleerscheuren Parijs gehaald. De eindzege is binnen, maar het moeilijkste moet dan nog komen. This tour has been my toughest challenge yet. Pardon, excusez-moi. I will never forget what it means to wear the maillot jaune.
And what an incredible privilege it is to stand here on the Champs-Élysées as winner of the Tour de France. De 72e ronde van Spanje start in het Franse Nîmes met een ploegentijdrit van 13,7 kilometer. Chris Froome wil na de Tour ook de Vuelta winnen. De laatste die daarin slaagde was Bernard Hinault in 1978. Ze zitten daar aan de tijd van BMC en gaan toch al bij al een uitstekende zaak doen voor de klassementsmannen Froome en Poels. Tak! In de ploegentijdrit stranden Froome en de zijnen op de vierde plaats. BMC wint voor Quickstep Floors. Rowan Dennis is de eerste leider. De Belgen moeten niet lang wachten op succes. Een boerenzoon uit Ingelmunster verrast het peloton. Indrukwekkend zoals Lampaard daar tekeer gaat. Zo hard dat het zelfs moeilijk is om het wiel te houden. Gaat je laten vallen. Ja, dat is goed. Gaat je laten vallen, benen stilhouden. Lampaard laten rijden. Maar het is wel Lampaard die het haalt. Het is onwaarschijnlijk, maar het is wel zo. En ze gaan 1 en 2 meepikken. Ze gaan 1 en 2 meepikken. De tweede dag van de Ronde van Spanje van de Vuelta is goed voor een Belgische etappe, zeggen Yves Lampaard. En dus ook de rode leiderstrui voor onze landgenoot. Het blinkt van geluk. Op dag 3 staat meteen een stevige bergrit op het programma. In Andorra krijgt Froome een eerste kans om zijn ambities kracht bij te zetten. Overname van Froome met aanval van Froome. Chavez die meedartelt. Aru heeft het wat lastiger. Oeh, wat is die in orde? Wat is die Jandori goed? Hier komt Nibali, hier komen ze terug. Nibali gaat er als een speer vandoor. Froome trekt zich nu nog eens op gang om er naartoe te gaan. De La Cruz weet zich als een duivel. Partij doet dat ook. Nibali gaat omkijken. Dat is een slecht teken. Maar gaat hij het wel halen? Gaat hij het halen? Ja, gaat het halen. Nibali slaat andermaal een slag. Niet deze etappe in extremis. Froome mag voor het eerst sinds 2011 de rode leiderstrui aantrekken. En de Brit is niet van plan die snel af te staan. Nu gaat Froome. Contador. Dat is een lengte, dat is een volle lengte, dat is fors doortrekken. En Froome van ver, maar wel met winst. Eindelijk heeft hij een etappe te pakken. Froome wint de etappe, voilà. Dus een lapje seconde erbij voor alle belagers in het klassement. Na een teleurstellende Tour loopt het voor de Belgen een stuk beter in Spanje. In de derde week kapen nog twee landgenoten een ritzegen weg. Hij is weg. Sander, het is aan u, man. Kom aan, Sander. Het is aan u. Sander Armee wint met glans de 18e etappe. Alsjeblieft. Geweldig. Cortina, die gaat dat spel hier winnen, hè? Of komt, de Gent dan toch nog? De Gent. Komt de Gent dan toch nog? Is het Thomas de Gent? De Gent. Jawel! Jawel! Thomas de Gent in het! Jawel! Chris Froome moet nog één hindernis overwinnen op weg naar de eindzege. Op de voorlaatste dag ligt de aankomst bovenop de beruchte Angliru. Froome begint eraan met een bonus van meer dan 2 minuten op eerste achtervolger Nibali. Maar het spektakel wordt verzorgd door een afscheidnemende Spanjaard. Alberto Contador rondt een carrière op een fantastische manier af. Ik ga recht staan en doe mijn pet af. Chapeau! Alberto Contador. Magnifiek. Hoho. Rest alleen maar respect. I mean, absolutely amazing feeling. Absolutely amazing feeling. I mean, certainly one of probably, if not the hardest Grand Tour I've ridden. Het bedrijf Sky wint een 6e grote ronde. 1 keer met Wiggins en 5 keer met Froome. Froome wint en de Tour en de Vuelta.
Voor de laatste grote opdracht van het seizoen trekken de renners naar het Noorse Bergen. Daar, tussen de fjorden, de bergen en de gletsjers, vindt het WK plaats. In de tijdrit is het oranje boven, zowel bij de mannen als bij de vrouwen. Na de gemiste Olympische titel is hier een regenboogtrui in het tijdrijden. Van Vleuten is wereldkampioen en nu mag het dak eraf. En is weg. De Nederlands-Limburgers uit het Belgisch-Limburgse kan. Tom Dumoulin is wereldkampioen tijdrijden in Bergen, Noorwegen. Een fantastische wereldkampioen, de eerste uit de geschiedenis voor Nederland. Het WK wordt een tegenvaller voor Jolien Doren. Te veel bergop. En dat is niet voor de snelle Oost-Vlaamse. Ze haalt de finish niet. In de finale stapt ze ontgoocheld af. Nu Blaak, van achteruit, knallen en weg. Het is ervoor gemaakt. Stoempen, geven. In dienstbaarheid een hele carrière gekoest, maar nu wel wereldkampioen. Op 27-jarige leeftijd. Bij de Belgische mannen is de rolverdeling duidelijk. Ze starten met twee kopmannen, Greg Van Avermaat en Philippe Gilbert. Ook het tactische plan is bekend. De koers hard maken om de sprinters overboord te gooien. Benoot. En dat is Rob en erover, die is vertrokken. Maar is iedereen niet mee? Wel eens nog eens. En daar zit wat sneeuw op. Tim, Tisch, twee fantastische coureurs, die beginnen daar te koersen. Die geven daar het ene eind naar het andere op die hellingen. Dat was geweldig rap, dat ging geweldig hard. Maar dan heb je die helpers die meerijden van de andere landen die liever geen lange finale hebben. We werden daar een beetje lam gelegd door het wedstrijdverhaal, door de tactiek van de andere ploegen. Weer naast ze die komt? Ja, een van de Nederlanders die onmiddellijk meekomt. Ik kwam dan zo op dode momenten en dan hoorde Kevin zeggen: Oliver, volle bak nu, koersen aanvallen. En dan doe je dat gewoon met de hoop dat er iets gebeurt, dat er gaten vallen, dat er beweging gecreëerd wordt, maar het zit er niet. Snelle reactie, als dat gat snel gedicht wordt, en dat is ook het geval, dan krijg je de hele stier erachteraan. Daar zit een landgenoot van Sagan, maar waar zit Sagan zelf? Is er nog iemand die Sagan naar voren kan brengen? How difficult is it for you because you don't have a really big team? There's only one. It's more easy, no? You follow. Yeah. En hebben we nu Sagan al gezien? Nee. Nee. Volkomen onzichtbaar. You can attack from a far way to go, or you can wait until the finish or something. But it was really hard, you know, maybe also mentally. Like it's going to happen and until last kilometer. Nu Van Avermaat. Nu gaat Van Avermaat. Dat moet het dan worden. Wie kan er Van mee? Van Avermaat neemt twee lengte, neemt drie lengte. Gilbert is mee. Gilbert is mee. In het wiel van Alaphilippe. Nu gaat Gilbert. Hier is de kans voor Gilbert na de poging van Van Avermaat. Die blijft nu zitten. Ik vond mezelf niet goed genoeg. Dat moet je ook durven zeggen, denk ik. Ik was ook ontgoocheld dat ik niet mee kan met Alaphilippe. Kijk eens naar de verbetenheid op het gezicht van deze jonge Fransman. Ze komen van alle kanten en hij rijdt weg. Hij rijdt weg. Ik kon Julien niet volgen op de klim. En ik heb beslist. Ja, ik zei oké. Wacht op de kleine groep waar Greg was. Een groepje van de 35 man. Daar zit Michael Matthews. Daar zit ook nog Gilbert. Hier zit ook nog Van Avermaat. En hier is Alaphilippe alleen. Op dat kasseitje heeft hij gewoon Moscon eruit gekletst. Die gaat zo meteen opgepikt worden. Het licht gaat hieruit. Geen beeld meer. En we kwamen snel terug op Julien en de andere renners tussen. Dat is wachten op een verlossend beeld. Ik heb wel nog iets geprobeerd, maar ja. Op 2,5 van de meet, maar dat was niet genoeg. Van Avermaat in zesde positie in het wiel van Sagan. Ja, die is inderdaad naar voren gebracht. Sagan kan zichzelf opvolgen. When did you start believing that you could win? 2 minutes after the finish. En nu wil ik het wel eens zien. Christopher Eigenvolk, van ver, of toch nog Peter Sagan. Daar gaat Peter Sagan. Sagan voor drie, of toch Christophe. Sagan voor drie. Sagan of Christophe. Oh. Niemand die het zegengebaar maakt.
Maar hier zie je dan toch wel dat het Sagan is met een centimeter of 5. Sagan voor de derde keer. Yeah, you're a hard man to beat, man. Oh. Nee, dat was niet goed, hè. Dat is het eerste. Er zijn weinig mannen die dat kunnen, slecht zijn en wereldkampioen worden. ...2017 was, zoals u kon zien, een heerlijk wielerjaar. We kunnen voor 2018 alleen maar hopen op dezelfde spanning en suspense. Aan de coureurs gaat het niet liggen, want die zijn alweer volop aan het trainen... ...of zelfs al op trainingskamp. Afspraak volgend voorjaar voor de koers op Sportza. Heel graag. Tot dan.